vijf klassen, 1-2. Deze banaan staat er niet voor niets, want de kinderen van basisschool Ikra eten tegenwoordig een stuk gezonder. De school heeft nu zelfs een voedingsvignet gekregen. Omdat we al jaren bezig zijn met gezonde leefstijl voor kinderen, zodoende hebben wij als eerste school met de appel. En dat houdt in dat we groene contracten met de ouders hebben getekend voor gezonde leefstijl. Daarnaast hebben we ook gezonde tractaties. Dus we zijn eigenlijk al jaren mee bezig. Ikra is een school waar al jaren extra gelet wordt op de gezondheid van kinderen. We houden ook in de gaten hoe het gaat met kinderen, of ze niet, want er zijn veel kinderen te dik. We moeten echt zorgen dat ze gezond opgroeien. We moeten hen ook de mogelijkheid bieden om gezond op te groeien. Want dat verdienen kinderen ook, vinden wij. Dus hebben we aandacht voor water, met name water drinken, maar ook voor sport en bewegen op school. We doen jaarlijks de fittesten. En kinderen waarvan wordt gezien dat ze te maken hebben met overgewicht. Daar worden de ouders uitgenodigd, daar worden afspraken mee gemaakt. En we volgen het gewoon netjes met de ouders, de voortgang van de kinderen. En daarnaast natuurlijk alles wat we doen binnen de school. Als het gaat om tractaties of we hebben bijvoorbeeld fruithapje in de ochtendpauze. Dan mogen de kinderen geen andere etenswaren meenemen, alleen fruit. En zodoende probeer je dan de kinderen de gezonde leefstijl aan te leren. Gezond leven en veel sporten past helemaal bij de missie van de school. Die luidt door kwalitatief goed onderwijs kinderen vormen tot wereldburgers met een islamitische identiteit. Die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor hun omgeving en het milieu. En op een betrokken wijze in de Nederlandse samenleving staan. Dit voedingsvignet is 3 jaar geldig. De school wil nu ook het sportvignet behalen. Hartstikke goed, een applaus.